staan hier op het prachtige landgoed Pijnenburg en Benny van Dasselaar, de rentmeester, die gaat ons het een en ander vertellen wat er hier allemaal gebeurt. We gaan nu een aantal plekjes, mooie plekjes op het landgoed laten zien. Normaal is het gesloten voor publiek vanwege de kwetsbaarheid. Want er zitten allemaal kleine bruggetjes en een ijskelder en dat soort dingen. Maar het is wel leuk om een keer te laten zien. En dan zal ik ook wat vertellen over hoe wij het doen met onderhoud en het beheer van het onderdeel Rijksmonument van het landgoed Pijnenburg. Nou, we hebben hier een ijskelder. Die werd vroeger gebruikt, daar werd het ijs uit de, in de winter ijs uit de vijverpartijen gezaagd en in de ijskelder gerecht. En dan kon je dat in augustus het gebruiken als koelkast. Regelmatig hebben wij hier dat wij op verschillende plaatsen een bruggetje onderhouden. En dat doen wij van hout van het eigen landgoed. Nou, deze hebben wij nu dit voorjaar, deze zomer, hebben wij deze van eigen hout hier neergelegd. Dus het hout van het landgoed laten wij zagen. En op deze manier vervangen wij dus de bruggetjes weer terug. Dit is bruggetjes vanuit de historische aanleg zijn dit. Dit is ook een van de redenen dat dit allemaal afgesloten is voor publiek. Want het is heel kwetsbaar namelijk. Als je, wij met z'n drieën erover lopen, dat gaat wel. Maar als daar 100 man overkomt, is het bruggetje weg. We staan hier bij de historische kas op het landgoed. Dit is een van de oudste kassen van, nog bewaard zijn op de Heuvelrug. Is ook een monument, beschreven is monument. De kas die wordt gebruikt door de Sherpa Club. En die hebben een eigen locatie, de locatie daar. Maar ze werken vooral hier. En dan hebben ze een eigen moestuin. Ja. En ze lopen hier 5 dagen in de week. En we hebben 12 cliënten van Sherpa. Ja, ja. Met 2 begeleiders. En dat zijn ook degenen die altijd de kerstbomen verkopen. Die verkopen ook altijd de kerstbomen in Baren. Ja. Ja, ja, ja. Hier staan we voor de tuinmuur waar lijfruit voorkomt. En vroeger deden ze daar de lijfruit overheen leiden. Maar dat was vooral dat de zon daarop schijnt. Hè? En dan krijg je de terugkaatsing van de warmte op het fruit en dan rijpt het fruit beter af. Ja, en dan kun je zelfs persikken. En dan kun je zelfs goede persikken hier hebben. Zoals ik in het begin gezegd heb, het landgoed is, dit gedeelte is ontworpen door meneer Van Lunteren. En dat is tussen 1830 en 1850. In die periode is het helemaal tot stand gekomen. In die tijd zijn er veel beuken geplant. Die beuken die zijn dus inmiddels bijna 200 jaar oud. Als je langs de weg rijdt, als je over de Biltse weg rijdt, dan ziet u beuken staan met hele dode toppen erin. Nou, dat betekent dat ze fysiek aan hun einde zijn. Ze zijn 200 jaar en ze... Dus er moet wat mee gebeuren. Wat wij hier aan gedaan hebben is een opzet gemaakt van jonge beuken. En hier zie je een rij staan. En aan die kant hebben we ook die rij staan, alleen daar is het helemaal dicht. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben hier een tussenbouw met fijnspar gedaan. Dat was vroeger voor de kerstbomen, maar ook om die beuken naast elkaar omhoog te krijgen. Zodat ze later op goede afstand staan. En vorig jaar hebben we hier dus de fijnspar tussenuit gehaald, zodat je nu de mooie rij bomen weer ziet. En deze zijn nu 30 jaar oud, dus die moeten nog weer 170 jaar mee. Hoe komt het dat het zo drassig is op het gras? Dat komt door dat wij hier aan de rand van de Heuvelrug zitten. En dat wij vanuit de Heuvelrug een grondwateropstuwing hebben. Zodat het water hier wat stagneert voordat het afgevoerd wordt richting de grift en dan richting de Eem. Dat ligt in het hoogteverschil. We lopen dus van zeg maar 30 meter naar 1 meter boven NAP. En ja, dan krijg je opstuwing van het water. Er zitten hier, die vijvers worden ook gedeeltelijk gevuld met wellen, zoals wij dat dan noemen. Dus daar komt gewoon water uit de grond. Daar hebben wij een natuurlijk zwembad zitten. En daar zitten 2 van die wellen in. En het leuke is daarvan te vertellen dat het water dus 3 graden warmer is dan het water wat gewoon is. Dat komt daar uit de grond. Dus vandaar dat de mensen daar vroeger ook een zwembad gemaakt hebben. Is dit ook weer een zwembad? Nee, dit is geen zwembad. Dit is een onderdeel van de vijverpartijen. Dat zijn allemaal kronkelvijvers die meneer Van Lunteren heeft aangelegd. Je kunt hier op de tekening zien hoe die allemaal lopen. Dat is bij elkaar ongeveer 2,5 hectare water. Zoals je ziet vallen daar ook altijd blaadjes in. Dus we hebben een heel programma over de jaren heen
dat wij steeds stukken moeten baggeren, want anders dan wordt het allemaal blad. Hier hebben we voor 2 jaar terug dus alles gebaggerd. Dan zie je dat hier het allemaal weer mooi schoon geworden is. En wat je ook ziet is dat we toen de rooddoos netjes hebben afgezet. En die lopen nu allemaal weer uit. Zodat we in de toekomst hier jonge rooddoos krijgen. En je ziet ook dat wij dat dus gefaseerd gedaan hebben. Want aan die kant heb je nog de oude rooddoos staan. En nou, als dit weer op goede hoogte is, dan gaan we de andere kant schoonmaken en afzetten. En dan heb je aan 2 kanten weer jonge rooddoos staan. En zo gaan we dus het hele park door. En als je 2,5 hectare water hebt, dan heb je ook heel veel oever. Ja, ja. En overal langs die oevers moeten we dit dus op deze manier uitvoeren. Aan de overkant zie je de oude stammen zitten. Hier zitten de oude stammen ook. Die zetten we af op deze hoogte. En dan gaat hij weer opnieuw helemaal uitlopen. Want hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Doen het onderhoud? We hebben hier geen mensen in vaste dienst. Want je hebt allemaal verschillende specialisten nodig. En die huren wij in. En ik ben ook zeg maar ingehuurde rentmeester en ik maak de plannen en coördineer waar en wat uitgevoerd wordt. Dat is mijn taak. En ik overleg met de eigenaren van, nou we gaan dit jaar dit doen en we gaan dat jaar dat doen. Waarbij we steeds in acht houden dat we op grote delen rust houden en dat we alleen maar op plekken steeds geconcentreerd werken. En die bosgroep van Sherpa? Die doen klein onderhoud, met name klein onderhoud. En dat is tak aan de kant leggen. En die vinden het fantastisch om in de natuur te zijn. En wat ze doen, dat is voor ons meegenomen.